Welkom bij Oog in Oog. Hubertus Vereniging Vlaanderen is dé belangenorganisatie van de jachtsector bij ons. Zij bestaan dit jaar 20 jaar en daarover praten we vandaag met Geert Ampe, bestuurder bij HVV, en Els de Porre, die zelf jager is. Welkom. Dank je. Geert, ben ik met jou. 20 jaar HVV. Ja, jagen doen we al sinds de mens bestaat, denk ik. Waar komt die 20 jaar dan vandaan? Wel, het is inderdaad zo dat Hubertus Vereniging, of laten we zeggen de Royal Club Saint-Hubert, bestaat eigenlijk al veel langer, dus al van, als ik het goed voor heb, sinds 1909. Maar is dan uiteraard later geëvolueerd en er bestond een koninklijke Sint-Hubertus Vereniging. Maar dan 20 jaar terug is dan het initiatief ontstaan om de Vlaamse vereniging op te richten, Hubertus Vereniging Vlaanderen, die dan eigenlijk meteen ook een soort overkoepeling werd van een aantal bestaande verenigingen, die, zodanig dat er nu eigenlijk op Vlaams niveau één vereniging is die de jagers vertegenwoordigt. Als je bent lid van die vereniging, wat betekent HVV voor jou? Ik denk dat in de eerste plaats een groot aanspreekpunt is. Een plek waar je naartoe kan met zo goed als al je vragen. Wat dat ook voor mij wel belangrijk was, is het ledenmagazine. De Vlaamse Jager, dat is echt wel een bron van informatie, een bron waar dat je zeer veel kennis kan uithalen. En eigenlijk is HVV voor mij een ankerpunt voor de jager in Vlaanderen. Ja, op die 20 jaar is al heel wat gebeurd, denk ik. Wat zijn zo'n beetje belangrijke verwezenlijkingen, dingen waar jullie wel trots op zijn? Het is zo dat de Hubertus Vereniging wel zeer veel heeft gerealiseerd, als ik dan terugkijk in die laatste 20 jaar. Als ik heel kort terugblik, heel recent is misschien een van de belangrijkste verwezenlijkingen voor ons toch wel het jachtfonds. Dus het jachtfonds is eigenlijk een fonds dat is opgericht met, waarin alle middelen die afkomstig zijn uit de jacht terechtkomen. Dus alle middelen uit hoede van jachtexamens, jachtverloven, jachtvergunningen. Die komen allemaal binnen dat jachtfonds. En alle middelen die binnen het jachtfonds terechtkomen, komen ook weer terug of worden terugbesteed naar de jacht toe. Het is zo dat we bij de oprichting van het jachtfonds eigenlijk een ad nominatum subsidie hebben bekomen op jaarbasis van een €300.000 voor Hubertus Vereniging zelf. Er zijn een aantal middelen die dan terugvloeien naar het Agentschap voor Natuur en Bos in functie van een aantal taken die hen ook zijn opgelegd. En daarnaast blijft er dan toch een belangrijke pot over die eigenlijk kan worden nagesproken in functie van projecten die worden ingediend. Maar allemaal in functie van de jacht. Dus het vloeit eigenlijk, alle middelen van de jacht vloeien in feite terug. Kan je een voorbeeld geven van zo'n project? Wel, er zijn dus een aantal projecten die vanuit het jachtfonds worden gesubsidieerd. Let op, dat is dus vrij nieuw. Maar wat kan er bijvoorbeeld gesubsidieerd worden? Wel, bijvoorbeeld projecten in verband met drones. Het inzetten van drones bijvoorbeeld voor het opzoeken van jonge reeën om te voorkomen dat ze in maaimachines terechtkomen. Dat is bijvoorbeeld een project die van daaruit kan gesubsidieerd worden. Momenteel hebben wij wel, en dat is dan een actiepunt naar de toekomst toe, daar wel wat kritiek rond, omdat wij vaststellen dat wij eigenlijk in het Centraal Comité van het Jachtfonds onvoldoende vertegenwoordigd zijn. We zijn net in de minderheid, er is geen paritaire samenstelling. Met als gevolg dat we vaststellen dat veel projecten die worden nagebracht vanuit de jagerij eigenlijk worden afgewezen en dat het groot stuk van de middelen momenteel gewoon terugvloeit naar het ANB. Wat niet de bedoeling was van het jachtfonds en wat dus een werkpunt is voor de komende maanden, hopelijk jaren desnoods, om dat terug recht te zetten naar wat eigenlijk de bedoeling was. Ja, dat is een beetje het lobbywerk achter de schermen, zal ik maar zeggen. Els, je bent zelf jager. Kan je even zeggen hoe je daar ingerold bent? Dat is eigenlijk heel toevallig. Ik kom helemaal niet uit een jachtfamilie. Mijn mama is ooit op een reis geweest naar Schotland, waar dat ze een aantal activiteiten werden daar georganiseerd. En een van de activiteiten die op het bord stonden was wildobservatie van de herten in de Highlands. En ze had zich ingeschreven. Ze waren met de volle twee mensen die daarin geïnteresseerd waren. En dat werd eigenlijk georganiseerd door een jager uit Vlaanderen. En op het einde van die reis had mijn mama nog de tijd gepakt om hem te bedanken, omdat ze er echt wel van genoten had om dieren van het wild te zien. Want wij hadden wel al altijd zo die passie voor natuur. En hij had gezegd, ja, ik organiseer regelmatig jachtreizen waar ik een samenstelling heb, 50% jagers, de andere helft zijn niet-jagers die er niks van kennen en er niet mee in aanraking zouden komen anders. Als je wilt, nodig ik je uit. En mijn mama dacht, ja, dat is zo. Zoals dat altijd gaat, hè. We horen elkaar nog wel, maar
effectief, 3 maanden later, heeft hij contact met haar opgenomen en zijn mijn mama en mijn papa samen met hem op die jachtreis gegaan. En dat is eigenlijk zeer organisch gegroeid. We zijn de jaren daarna blijven meegaan. Mijn zus en ik zijn ook beginnen meegaan. En dus echt een super luxe positie. Maar het eerste stuk wild dat ik ooit gestrekt heb, is een hinde in de Highlands. Ja, de lat was zeer hoog gelegd. Maar tegelijkertijd was ik vooral gebeten door een passie die mij echt niet meer losgelaten heeft. En dus ik heb ook mijn examen afgelegd. Mijn zus heeft dit jaar haar examen afgelegd, dus we kunnen nu samen op jacht. Dat is echt alleen een droom die uitkomt. Je doet dat je examen, je sluit je ook aan bij HVV. Ja, is het dan gemakkelijk om ook je hobby te beoefenen hier in Vlaanderen, om te gaan jagen? Dus... In het begin zeker niet. Ik had geen netwerk. De jager uit Vlaanderen was ondertussen een jager uit Wallonië. Die is verhuisd naar diep in Wallonië. Dus voilà, zijn netwerk was ook... Ik was student. Ik had niet de grote... Ja, ik had niet super, super veel geld. Ik kocht een wapen. Ik had mijn eerste jachtverlof en dan stopte het. En dat was wel een desillusie even. Ik vond geen aansluiting. En eigenlijk is dat... Ja, had ik op dat moment het gevoel dat ik 2 opties had, ofwel stopt het verhaal hier en dan zal ik het houden bij de jachtreis naar Schotland. Ik weet dat dan zal ik de luxe positie hebben om de jachtreizen in Schotland wel te kunnen blijven doen. Wat voor mij heel lang voldoende is geweest. Maar ik merkte dat dat meer en meer een levensstijl begint te worden en dat ik die sport ook dichter bij mij thuis wilde beoefenen. Ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik bij een bedrijf werk waar ik verantwoordelijk ben voor de jacht in België. En dat ik op die manier mijn netwerk heb verder kunnen uitbouwen. En zo ben ik eigenlijk stapsgewijs over een periode van 5 jaar er toch in geslaagd om een netwerk uit te bouwen waar dat ik kansen krijg. En waar dat ik mensen rond mij gevonden heb bij wie dat ik mij goed voel en die mij dingen leren, die mij vertrouwen geven en die mij de kansen geboden hebben die ik in het begin niet vond. Ja. Het is wel belangrijk hè, dat je daar binnen gaat, dat je netwerk hebt. Wat doet HVV daar rond? Het is zo dat het inderdaad niet altijd eenvoudig is om... Goed, iemand is geïnteresseerd, schrijft zich in voor het jachtexamen, volgt de cursus. Als hij geluk heeft, slaagt hij. Soms duurt dat een paar jaar. Maar goed, maar dan komt men daar. En dan denken de mensen waarschijnlijk, ja, en nu gaan we beginnen jagen. Maar ja, zo eenvoudig is dat niet. Men moet inderdaad contacten hebben. Het woord netwerk is hier gevallen. Het is misschien geen slecht woord, netwerken, maar wat kunnen wij daaraan doen vanuit HVV? Wij moeten eigenlijk zorgen voor een structureel contact tussen jonge jagers en zittende jagers, vooral jachtrechthouders dan. Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Dat is uiteraard ook zeer individueel van de jachtrechthouder zelf. Ik kan alleen maar spreken, vanuit mijn eigen ervaring, waarin wij er wel op toezien om, wanneer wij weten dat er jongere jagers zijn, dus van hen ook uit te nodigen. En dat gebeurt op een bepaald ogenblik, krijg je een automatisme. De dag dat je in je jachtgroep wat jonge mensen opneemt, ja, die jonge mensen hebben vrienden die jong zijn, die jong jagers zijn, en die op die manier zo komen. En zo stilaan ontstaat er dan een band, waarbij dat die mensen dus wel de kans krijgen om te gaan jagen. En uiteindelijk ook om lid te worden van een jachtvereniging. Maar het is inderdaad, ik begrijp dat er daar dat is een barrière die altijd moeilijk is en die ook altijd moeilijk zal zijn. En waarin dat je wel wat kunt sturen, maar je kunt natuurlijk niet een jachtrechthouder verplichten om het zijn mensen uit te nodigen, het zijn mensen in zijn jachtgroep te nemen. Je kunt dat alleen maar stimuleren en ernaar verwijzen dat waar het wel gebeurt en waar men die jonge jagers aantrekt, dat eigenlijk iedereen daar ook zeer gelukkig mee is. Want je kunt niet alleen, je brengt jonge mensen mee, je brengt jonge krachten mee die ook kunnen helpen in het beheer. Maar brengt ook kennis bij. Hè? Nieuwe kennis van jachttechnieken, van de jachtwetgeving en dergelijke meer. En het is dus een wisselwerking die voor iedereen goed is. Ja. Op het terrein is jacht voornamelijk georganiseerd in wildbeheereenheden. Hè? Inderdaad. Die niet rechtstreeks van HVV afhangen. Kan je schetsen hoe dat er precies in elkaar zit? Ja, dus wat is eigenlijk een wildbeheereenheid? Het is eigenlijk een VZW. Die eigenlijk bestaat uit een aantal jachtrechthouders. Die aan een aantal wettelijke normen moeten voldoen, dus in functie van oppervlakte. Maar in principe volgt
laten we zeggen, bijvoorbeeld een welbeheereenheid kan zijn, 20 jachtrechthouders die met hun jachtterreinen samen één vereniging gaan vormen. In de eerste plaats zijn daar een aantal wettelijke voorschriften aan gekoppeld en heeft men bepaalde voorschriften die men moet naleven om welbeheereenheid te kunnen worden, onder meer functie van een fauna- en floraplan, voldoen aan een aantal voorwaarden. Daar staat tegenover dat men dan ook een aantal extra voordelen krijgt, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om, de theoretische mogelijkheid om patrijs te bejagen. Ook in functie van de reejacht zijn daar bepaalde voorschriften. Maar dan, dat is eigenlijk de basis. Voor de rest hangt dan alles weer af van de mensen die in die welbeheereenheid actief zijn. Wij zien dat er zijn WBE's die een zeer brede werking hebben en die dus ook echt wel initiatieven nemen om dan bijvoorbeeld jongjagers bij de werking te betrekken. Je hebt ook welbeheereenheden die bijna pure administratieve organen zijn en die dus louter zijn om het mogelijk te maken van te jagen. Maar dat is ook iets die moet worden opgevolgd. Nu, het is wel zo, als u dan de vraag naar de band met HVV, wat bijvoorbeeld West-Vlaanderen betreft, is het zo dat alle WBE's eigenlijk lid zijn van HVV en in die zin dan ook samen dat provinciaal comité van HVV vormen. En er is dan een wisselwerking met vergaderingen, ook soms vanuit HVV zelf met kenniscentrum die dan komt of iemand afvaardigt om voorlichting te geven over bepaalde onderwerpen en dergelijke meer. Ja, ik hoor in het verhaal ook een aantal verwijzingen naar fauna en flora, beheer van wild. Ja, zie je dat ook zo, het jagen? Want mensen zien het vaak als echt het eindpunt van de jacht, zal ik maar zeggen. Een dier strekken. Maar er komt veel meer bij kijken. Hè. Is dat voor jou ook zo, Els? Ja, absoluut. Ik denk dat heel veel negatieve reacties vaak voortkomen uit onwetendheid ook. Hè. Het is een hele gesloten wereld. Je krijgt altijd een initiële reactie. Wow, ik ben echt super hard tegen de jacht. En als je dan doorvraagt, oké, maar waarom? Ja, dan merk je heel snel dat er een aantal argumenten zijn die voortkomen opnieuw uit die onwetendheid. Als je dan uitlegt dat je als jager vaker zonder je wapen dan met je wapen in een gebied bent, ja, dan is er wel een zekere nieuwsgierigheid. En ik grijp dat op het moment echt altijd aan om dat ook te duiden, dat veel meer is dan de trekker overal. Hè. Veel mensen zien alleen maar dat, omdat dat ook gewoon... Ja, hoe dacht je ook draait of keert, dat is wel je eindpunt. Hè. Mm-hmm. Er is geen enkele jager die niet op een gegeven moment beslist, oké, nu haal ik de trekker over. Alleen kruipt daar veel meer werk en veel meer tijd in dan dat zichtbare of dat hoorbare geluid op het moment dat iemand een dier strekt. Dat gaat over zeer concrete acties, hè. Een aantal bermen opnieuw inzaaien. Dat gaat over de juiste dekking creëren voor je wild. En het is te gemakkelijk om dat gewoon weg te zetten als je creëert dat zodat er meer wild in je gebied komt, zodat je meer kunt schieten. Dat denk ik niet. Ik denk dat wat veel mensen als hypocriet wegzetten, namelijk je zegt dat je een dierenvriend bent, maar je schiet ze wel dood, eigenlijk geen hypocrisie is. Ik denk dat je als jager minder hypocrisie in je hebt, omdat je als je vlees wilt eten, op dat moment de verantwoordelijkheid neemt om het zelf dood te doen. En dat is wel een van mijn grote stokpaardjes, is dat ik op zijn minst weet dat als ik vlees eet, ik eet alleen maar vlees van wild dat ik zelf geschoten heb, dan weet ik waar het vandaan komt. Ik weet hoe dat gestorven is. Ik heb het helemaal zelf ontwijd. Nu met kerst weet ik wat er op ons bord gaat belanden. En dan heb ik een soort van trots om mijn familie, want ondertussen zijn mijn ouders ook vegetariërs geworden, net zoals ik, behalve dus het vlees dat mijn zus en ik meebrengen. En als je die visie duidt, dan merk je dat mensen, je bent een hypocriet, veel minder makkelijk als een arsenaal wapens tegen de jacht kunnen gebruiken. Want je doet echt wel een aantal investeringen, omdat je ervan overtuigd bent dat een rijke biodiversiteit in het gebied waar je jaagt, iedereen ten goede kan komen. Zowel je wildbestand als degene die daar jaagt, als de andere mensen die gebruik maken van het gebied waar je jaagt. Wandelaars, fietsers, natuurobservatoren. Ik sluit me daar zeker bij. Ik hoor dat graag, maar dat is niet wat we algemeen in de media horen, zeker de laatste jaren. Hè. Nee. Het anti-jachtverhaal klinkt daar veel luider dan dit soort verhalen. Hoe komt dat, Geert?
Hoe komt dat? Er is natuurlijk, dat, er zijn er een aantal factoren voor. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, om er maar te verwijzen naar één iets. Je hebt het weekblad KNAK, dat een redacteur zich geroepen voelt om de strijd te voeren tegen de jacht. Ik kan het eigenlijk maar zo zeggen. Ja, dat is wat het is. Ik lig daar persoonlijk niet zo, of eigenlijk niet van wakker. Het is daar ook niet dat men het verschil zal maken. We hebben trouwens gezien, we hebben in 2018 met HVV hebben we een bevraging gedaan onder de Vlaamse bevolking. En het resultaat daarvan was dus eigenlijk wel een echte opsteker. Omdat wij uit die bevraging hebben we onder meer geleerd dat in werkelijkheid, in weerwil van wat we zo denken via de media, dat eigenlijk maar 17% van de Vlamingen tegen de jacht zijn, of voorstander zouden zijn van de afschaffing van de jacht. En dat er bijvoorbeeld 40% resoluut voor de jacht is, en voor het behoud van de jacht. Dus er is daar toch wel een serieuze discrepantie tussen wat de Vlaming eigenlijk denkt en datgene en het idee dat we zouden krijgen via de media. Maar doen jullie dan te weinig moeite om zelf die media te halen en die boodschap uit te brengen? Ik mag wel zeggen dat wij toch wel zeer grote inspanningen doen. Zeker de laatste jaren is er daar fel op ingezet. Dus we hebben onze communicatieverantwoordelijke, Maarten Goethals, die er ook heeft voor gezorgd dat wij ook via sociale media in feite dus naar buiten komen, wat dus op zich wel goed is. Maar natuurlijk, er zijn nog altijd een aantal punten die altijd negatief zijn en die dan ook altijd uitgegroot worden. Op het moment dat een individu, is het nu een jager of een niet-jager, maar iets doet in het buitengebied die niet hoort, dan wordt dat uitvergroot in de media. En dan zal er altijd, zelfs als het geen jager is, zal men wel zeggen, het is een jager. En zo poogt men in feite vanuit de anti-jachtlobby eigenlijk een negatief beeld op te hangen. Dat men dat doet, ik zou bijna zeggen, ja, het is maar flow, maar vanuit hun visie begrijp ik wel dat ze dat proberen te doen. Van onze kant moeten wij maken dat wij daar ons antwoord op hebben. En eigenlijk hebben we daar maar één antwoord op. Dat is in die zin dat er zal maar één jacht zijn en dat is de weidelijke jacht. Dus wij moeten alle jagers ervan overtuigen dat de weidelijke jacht is de enige jacht is naar de toekomst toe. Ja. En dat impliceert dat dus een aantal zaken, zoals het uitzetten van wild op het moment dat er daar geen toelating voor is, wel, dan doet men dat niet. Dat is zo eenvoudig. Dus er zijn een aantal wettelijke regels. Er zijn wettelijke regels die wij aanvechten. Er zijn wettelijke regels waarmee dat we kunnen leven. Maar zolang als ze wet zijn, dan leef je ze na. Punt. Ja, als die rotte appels die er dan toch hierna nog tussen zitten, dat moet toch frustrerend zijn, denk ik. Enerzijds wil ik dat wel even nuanceren. Als we zeggen van ja, de media springt daar dan op. Ja, je hoort ook niet de verhalen over de politici die niet corrupt zijn, over de gsm's die niet gestolen worden en over de treinen die wel op tijd rijden. Dus dat is meer dan logisch dat op het moment dat zulke zaken gebeuren, die voor mij echt onbegrijpelijk zijn, maar echt onbegrijpelijk als buitenstaander, kijkt je daar soms naar, denkt je maar hallo, in welk tijdperk leven wij? Het is meer dan logisch dat daar aandacht aan geschonken wordt. Vandaag denk ik dat onze strategie als jacht niet meer moet zijn dat we mensen daarop moeten aanspreken of sensibiliseren. Ik heb daar een super harde lijn in. Als je die regels overtreedt en als je zulke dingen doet, dan heb je geen plek binnen de jacht. Punt. Dan moeten we daar niet... de tijd van die mensen proberen heroriënteren, proberen sensibiliseren, dat is voor mij voorbij. We kunnen ons als gebruikers van het openbare gebied, waar dat we echt een voorrecht hebben en een privilege om je als een van de weinigen in de maatschappij met een wapen te mogen op de openbare domeinen begeven, hebben we een verantwoordelijkheidsrol. En moeten we... we mogen dat niet tolereren. En ik tolereer dat in mijn omgeving ook niet. Ik denk dat we daar echt een hele harde lijn mogen in trekken. Dat hoort niet, punt. Ik zou daar toch wel een nuance in maken. Ik kan mij daarbij aansluiten als het gaat over zaken die dus die het office niet kunnen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de eierraapregeling die dus in 2015 dus is afgeschaft. Waar wij eigenlijk nog altijd ijveren om toch een bepaalde vorm daarvan terug te zien komen. Maar ik wil daar... Ik wil zeggen waar dat over gaat, want nou, iedereen de eierraapregeling heeft. De eierraapregeling hield in dat men dus onder de vorige wetgeving, dus tot 2014, bestond er een regel dat men bijvoorbeeld een fazantennest of een patrijzennest, die was uitgemaaid, dat men de eieren mocht oprapen, dan zorgen dat ze uitgebroed werden, zij machinaal, zij met een kip of zo, en om ze dan terug te zetten in de natuur, onder wel bepaalde voorwaarden. Goed, dat is vernietigd. Wij denken dat er mogelijkheden zijn om dat
terug te herstellen. Maar wat ik wou zeggen, omdat we dan in functie van die discussie van daarnet... ik heb onlangs ik ben zelf advocaat qua beroep dus, en ik heb onlangs iemand moeten bijstaan die ervan beticht werd, dus omdat hij wat patrezen had. En hij had inderdaad 2 patrezennesten, waarvan dus de hen was doodgemaaid. Hij had de eieren opgeraapt, uitgebroed en in feite met de bedoeling, goed, het mag niet. Ik heb daarmee geen enkel probleem. Hij zal daar ook zijn verantwoordelijkheid moeten overnemen. Maar op hetzelfde ogenblik en in hetzelfde gebied is er een jonge man die ziet dat er een kievitnest is uitgemaaid. Dus op dezelfde manier. Hij heeft de eieren opgraafd, heeft ze naar een VOC gedaan. Daar heeft men ze uitgebroed en heeft men ze terug in de natuur gezet. En dat is in de media gekomen als een daad van burgerlijkheid. Een goede daad, ja. Ja. Dat gaat niet. Niet altijd even dus is, en dat zijn dus de zaken... Ik snap wel 100%. En dat is natuurlijk ook frustrerend voor de jagers. Het zijn zo'n zaken die moeten opgelost worden. En daar moeten we... Wat niet zo gemakkelijk is, want de relatie met de huidige minister verantwoordelijk voor jacht, Zuhal Demir, is niet optimaal te noemen op dit moment, denk ik dan. Ik denk dat dat geen foute omschrijving is. We hebben onlangs ook een open brief geschreven naar de minister. Maar je hebt dat wel nodig als je wil stappen vooruit. Ja, maar op dus dat het is inderdaad zo nu. Maar de aanleiding daarvan situeert zich eigenlijk in het Patrese-project. Ja, er was en een telsysteem. De minister ging dat nog niet in de rekening brengen. En heeft dat uiteindelijk toch gedaan om bepaalde jachtactiviteiten te verbieden. Wat wij toch een beetje ervaren als een woordbreuk. Enfin, niet een beetje, dat is een woordbreuk. Wij hebben in de tijd de handschoen opgenomen. Er is enorm veel, we hebben enorm veel inspanningen gedaan om alle jagers ertoe aan te zetten om dat taalprotocol toe te passen. Dat is ook door zeer veel mensen gedaan. Met eigenlijk... Dat mag toch ook wel een keer gezegd worden. Men is uiteindelijk, want we hadden de jagers zelf die taalden en dan nog een aantal professionele talers. En uiteindelijk is gebleken dat de professionele talers meer patrijzen taalden dan de jagers. Wat nog maar een keer zegt, dat ook het idee van die jagers die altijd gesjoemeld hebben met hun tellingen, zijn altijd voorzichtig geweest. En dat typeert ook een echte jager. Als een echte jager gaat niet, als hij zijn hazen gaat tellen, als hij er 20 telt en misschien 5 twijfelen van, dan gaat hij zeggen, het zijn er 20 en niet 25. En dat is juist hetzelfde met die patrijs. Nu, we hebben daar al die inspanningen gedaan. We hebben die handschoen opgenomen. We hebben een uitdrukkelijke toezegging gehad. Bon, dat nieuwe taalprotocol gaat nog niet toegepast worden in functie van de bejaging op de patrijs voor dit jaar. En wat zien we dan? Dan krijgen we een beslissing. In plaats van nog een grote 90 welbeheereenheden die patrijs konden bejagen, dat is dus teruggebracht naar een grote 30. Ja. En precies omwille van die reden. Maar dat is niet fair. En het zijn zo'n zaken, dat zorgt voor een vertrouwensbreuk. Ja. En uiteindelijk moet je in de minister kunnen vertrouwen. Maar je moet er ook wel terug mee aan tafel op een bepaald moment. We gaan er ook terug mee aan tafel aan, maar we zijn ook niet... De tijd is voorbij dat wij ook onze mond houden. Wij gaan het ook zeggen zoals het is. En wij gaan haar ook voor haar verantwoordelijkheid plaatsen. Want uiteindelijk, en dat is een punt die mij persoonlijk, maar het bestuur in het algemeen ook wel zwaar ligt, waar wij eigenlijk vanaf willen, dat is die betutteling. Men gaat ervan uit dat een jager dat een dom wezen is die alleen maar kan schieten. Maar dat is het dus juist niet. En die betutteling moeten wij niet hebben. En ik kan dat terug met die patrijzen mooi gaan staven. Nu zijn we inderdaad een 30-tal WBE's die patrijzen mogen jagen. Hoeveel zouden er patrijzen bejagen? Zeer weinig. Waarom? Omdat we vastgesteld hebben, we hebben een moeilijk voorjaar gehad met slecht weer op de slechte periodes, met als gevolg dat we vaststellen dat inderdaad het broedsel dit jaar is dus eigenlijk behoorlijk tegengevallen. Met als gevolg dat de meeste jagers, wat dat het inderdaad tegengevallen is, gewoon niet jagen. Ik kan dat ook zelfs zeggen met toestemming als toch beslissen binnen, van binnen mijn eigen WBI, wij mogen de patrijs bejagen. Ja. En wij zijn een WBI waar dat zeer veel patrijs is. Ja. En ik stel vast, ik zelf bejaag ze niet dit jaar. Ik zie dat collega jachtrechthouders, die hebben bijvoorbeeld 1 keer en beperkt, omdat ze vaststellen dat inderdaad dat de broedsels veel, veel minder zijn dan de vorige jaren. En dat bewijst dat we die betutteling niet van doen hebben. Wat er vandaag echt mis is in heel dat debat, is nuance, denk ik. Is dat dan de uitdaging voor de toekomst, die nuance terug in het debat brengen? Ja, ik voel ook echt, Geert, zijn frustratie rond die betutteling die nu wel een paar keer bij jou terugkomt. Omdat, voor mij, kom je alleen maar tot een constructieve oplossing en een duurzame, vooral een duurzame oplossing, als je iedereen aan tafel als een gelijke partner beschouwt. Ik denk inderdaad dat de tijd van de
Allee, ik denk inderdaad dat de jager wegzetten als een onwetende die alleen maar wilt schieten, die tijd is even goed voorbij. Als je de jacht in de moderniteit wilt brengen, dan moet je dat, die nuance in dat debat terugbrengen. En wat bedoel ik daarmee? Als je vandaag een jachtverbod uitvaardigt op bijvoorbeeld patrijs, is dat volgens mij niet eens helemaal onterecht. Ik begrijp het. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat symptoombestrijding is. Omdat je een onderliggende reden voor een dalend bestand aan patrijs niet genoeg in kaart brengt. Als we voor de rest van onze dagen gaan bermen afmaaien tot op de laatste millimeter, te weinig dekking gaan voorzien, zoveel pesticides blijven gebruiken dat er niet voldoende insecten zijn in het voorjaar, waardoor dat jongen die precaire periode al niet overleven, dan mogen jij nog zoveel jachtverboden uitvaardigen als dat je wilt. Je gaat een opflakkering terugzien van je patrijzenbestand, misschien. Maar je gaat zeker niet het probleem op lange termijn oplossen. En ik denk dat de ervaring en de kennis van jagers als anekdotisch wegzetten of als propaganda beschouwen, dat is echt de gemakkelijkste weg. De moeilijke weg, het debat met onder andere uw landbouwsector, het debat met een aantal natuurverenigingen en het debat met de jagerij, als drie partijen aan elkaar gekoppeld zijn met hetzelfde doel, voldoende biodiversiteit binnen Vlaanderen. Dat is niet gemakkelijk, hè. Dat zijn mensen met voor mij dezelfde belangen, maar een andere manier om er te geraken. Alleen merken we vandaag dat dat niet lukt, omdat, en voor mij zou de rol van de minister daar ondersteunend moeten zijn, faciliterend, de belangen rond één tafel verenigen, en de moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan. Vandaag slagen we daar niet in om dat te doen. En dat bedoel ik met die nuance. Ja, wel, misschien kan dat dan die moeilijke weg volgen. De uitdaging zijn voor de komende 20 jaar van Hubertusvereniging Vlaanderen. Ik wil u nu alvast bedanken voor dit boeiende gesprek. Dank u wel. Dank u wel.